gebeurt er in uw kinderen een laarmansgedrag? Vindt u eigenlijk uw kinderen kleine laarmansjes? Nou, dat nog ineens. Wat zei u? Dat nog ineens. He, dus... dat nog ineens? Nee. Zijn er toch niet mee aan pikken? Nee, ik ben het trouwens niet met... Nee, wacht even. Ze zijn dus binnen wat ze niet zien... En dat bedoelde ik wat Jort Kelder zegt. Wat ze niet zien, is dat bedrijven worden alleen maar groter. En al die mensen die bij die bedrijven werken, worden dus steeds meer slaaf. Ja. En daarom pleit ik ook ernstig voor zelfstandig ondernemerschap. Maar er is dus een hele rare paradox. U heeft dus zeer hoog opgeleide kinderen. Zoals er natuurlijk een hele generatie hoog opgeleide nu hier rondloopt. En het idee was natuurlijk, onderwijs leidt ook tot vrijheid. Leidt tot... In ieder geval zelfstandig denken. Zelfstandig doen is misschien nog wat anders. En dat blijkt dus niet helemaal te lukken. En inderdaad omdat de schaal van die bedrijven... Ik ken mensen die bij bedrijven werken en die zeggen... Ja, ik zit in de top 200. Dat alleen al. Maar er werken dan 200.000 mensen bij zo'n bedrijf. Maar het feit, kun je nog iemand zijn? In de zin van, kun je nog een individu zijn? Of ga je mee in zo'n maalstroom van dingen die nu eenmaal gebeuren? Maar die heel veel mensen, die kunnen in die grote bedrijven eigenlijk helemaal niet duidelijk maken wat zij nou precies maken. Nou ja, als een bakker dat kan vertellen. Dat is van een treurigheid. Nou ja, daar heeft inderdaad Marx veel over geschreven, de vervreemding van de arbeid. Maar het zijn heel goed betaalde mensen. Ik wil even nog reageren op wat de meneer net zei. En dan mag de laatste vraag daar gesteld worden. Maar u zegt met heel veel aplomb eigenlijk dat Laarmans het wel wilde ondernemer worden... Hè? Maar het wordt hem inderdaad aangepraat. En het is ook niet voor niks dat opgedrongen. Hij dus... Opgedrongen. Hij wordt er ingeluisterd. En het is ook echt niet voor niks dat hij zegt... Meneer van Schoonbeek, vriend van de dokter... En de schuld van alles. Want hij zou dat zelf... Het was niet een drang die in hem opborrelde. En het tweede wat ik erover wou zeggen... Dat is dat die drang van eigen baas zijn... Die heeft volgens mij lang niet... Iedereen, ik heb ook wel eens gedacht, zal ik freelancer worden? En dan schrok ik enorm terug voor alle rompslomp die erbij komt. En dat je dan al die belastingen en btw's en dat gedoe. En bovendien weet ik zeker dat er ook mensen zijn die juist heel graag in een collectief werken. Zeker als je ook met creatief werk bezig bent. Zoals bijvoorbeeld een krant maken. Dat je dat niet in je eentje wil doen. Ik ben zelfstandig ondernemer en ik werk ook in een collectief. Okay, dus je kan best als zelfstandig in een collectief werken. CQ, dat is nodig. Maar nog even over dat ondernemerschap. Ik ben op avonden geweest. Dat heette dan de piramideavonden. En we gingen allemaal water verkopen in Nederland. Hè, schoon water. Daar zaten zalen vol met mensen die dus zelfstandig ondernemer wilden worden. De kaas, hè, waar we het over hebben. Als je nu zoveel kaas afneemt. Of als je nu zoveel water afneemt. Of als je nu zoveel schoonmaakmiddel afneemt. Al die mensen wilden ondernemer worden. Ja, maar uit hebzucht. Al die mensen hebben 10.000 gulden betaald, maar waren natuurlijk geen ondernemers. Nee, maar hebzucht is voor een echte ondernemer nooit het motief. Nee. Wel hebzucht naar onsterfelijkheid, maar niet hebzucht naar geld. Er zit een vorm van ego in vaak, maar niet geld is... Al die mensen die ondernemer worden om rijk te worden... Die mislukken. Vrijwel allemaal. Dus zijn natuurlijk uitzonderingen. Nee, maar dat is wat Laarmans natuurlijk ook van droomt. Hij droomt van een zekere status en hij voelt ook gelijk zich veel beter. Maar het past niet bij. Maar... Mijn bedrijfje Quote werd verkocht. Ik ben daar als student gaan werken. Ik had het niet bedacht. Hè? Dus het was niet van mij. In kapitalistische termen ben je dan gewoon een slaaf. Dat werd op een gegeven moment verkocht. Toen zei ik, misschien een beetje veel mede, maar ik ben niet te koop. Dus wat gaan jullie doen? Ik had een paar procent van de aandelen, inmiddels werkte het al eeuwig. En met plezier, kan ik zeggen. Ik zeg maar, wat ga je tegen die aandeelhouders, nieuwe aandeelhouders zeggen? Want ik ga sowieso niet meedoen. Dan kun je niet, als jij nou je mond houdt, of kunnen je misschien een bonus geven of zo, dat je dan je mond houdt? Daar ben je niet zo goed in. Als je dan geld, zou dat dan helpen? Ik zei, dat helpt wel, alleen ga ik dat aan andere mensen weggeven. En dan moet je steeds meer geven om me stil te houden. Het idee, de hele manier... Het was voor mij wel ook wel een les in nederigheid. Dat er komt een dag in je leven... En dat zou je met reorganisaties, misschien met de krant ook merken... Die je ineens merkt... Ik ben dus eigenlijk gewoon een productiemiddel. Er was natuurlijk een soort verpersoonlijking van mij en Quote. Dat viel een beetje samen. Goed of slecht, maar goed, dat is zo gegaan. Dat is zo gebeurd. En je voelt je ineens zo'n lulletje. En echt, ik heb daar ontzettend veel geld aan verdiend. Dus dat is ook weer lekker makkelijk gezegd.
Maar ik voelde me gewoon echt een totale slaaf. Gewoon koopwaar. Gewoon alsof je op de markt staat en dan wat bieden ze. En dan zei ik tegen de eigenaren van jongens, volgens mij maken jullie een groot fout. Een creatief bedrijf is helemaal niet te koop. Als we nou machines verkopen of stenen, maar dit zijn mensen. En als die mensen morgen geen zin meer hebben, dan heb je niks. Wat verkoop je dan? Je verkoopt een volledige lege huls. Dat deed er natuurlijk allemaal niet toe. En al die bankiers en al die types die eromheen lopen te verdienen, die gaan ervan uit dat die cijfers dat echte dingen vertegenwoordigen. Maar die cijfers zijn natuurlijk zo fluïde. Het is allemaal onzin wat er staat. Het is een momentopname en het is pop, weg. En dat is ook uiteraard gebeurd. Nadat ik daar weg ben gegaan, dat kunnen we ook iedere dag gadeslaan. Maar, en dat doet mij goed. Niet zozeer omdat ik die mensen misgun, maar omdat ik het goed vind dat bazen en aandeelhouders niet langer kunnen suggereren dat wij hun slaven zijn. Want als wij morgen zeggen, we stoppen ermee, wat staan die kerels dan belangrijk te doen? Nog één vraag, want dan moeten we geloof ik ophouden. Hè? Het zou tot 8:30 duren. U wilde wat vragen. Mevrouw, ja? Kom even naar de microfoon. Want ik heb hier wel een microfoon, als die werkt. Ik heb begrepen, maar dat heb ik niet zelf bedacht, dat L. Scott het geschreven heeft eigenlijk om te laten zien hoe het moeite die had om zijn eigen literatuur te verkopen. Dat hij zo gefrustreerd was dat hij zijn eigen literatuur niet aan de man kon krijgen. En dat hij dus boek geschreven heeft om te laten zien, zo moeilijk is dat. En is het voor hem een enorme knaller geworden? Ik heb het niet geworden? Zelf verzonnen hoor. Heeft hij er heel veel aan verdiend, L. Scott? Heeft hij heel veel verkocht? Nou, hij heeft niet zo heel lang meer geleefd. Maar als je dat eenmaal denkt, dan is het een hele leuke metafoor. Dan kan je dat heel erg ver doorvoeren. Ja. Het staat heel eerlijk gezegd, gewoon in deze uitgave, wordt het erbij vermeld dat die dochter zegt dat, geloof ik, dat hij het daarom geschreven heeft. Zijn dochter Ida, die ook in het boek... En over heeft...